zijn aangekomen bij die oxidatieve fosforylering. We hebben gezien hoe in het mitochondrium het C6-molecuul, of eerst buiten het mitochondrium, het C6-molecuul C6H12O6, glucose, werd gesplitst in twee C3-moleculen. Die C3-moleculen, er waren er twee van, pyrodruivenzuur, werden uiteindelijk in het mitochondrium helemaal afgebroken. We zijn nu hier in het mitochondrium beland, in het deel, het binnenste van de membraan. Daar liggen allemaal eiwitten. Dit is dat membraan, dit is het binnenste membraan. Hierboven zitten we tussen de twee membranen. Dus als we nog verder naar boven gaan, dan gaan we het mitochondrium uit. En dit is zeg maar het plasma van de mitochondrium. Wat zien we hier? We zien hier drie grote eiwitten. En dat NADH, dat zien we zo terugkomen. Helemaal hier links voor jullie, koppelt dat NADH, NH+, koppelt hier aan dit enorme eiwit. Er staat in je binas, op 68D staat deze tekening. Ja. Het koppelt aan dit eiwit en wat dat eiwit doet, is de energie die daar zit in de vorm van twee elektronen die heel veel energie hebben, die haalt hij daaruit. NAD+ plus H+, wordt 1 NAD+ plus 2H+. En dat klopt, dat er twee elektronen uitkomen, want als ik lading ga tellen, heb ik hier 1+, heb ik hier 3+, en 3+, die kan ik weer gelijk maken aan 1+, door daar twee elektronen uit te halen. Die elektronen die gaan een dansje doen. Die gaan een dansje doen over dit membraan, en die worden doorgegeven naar die drie enorme eiwitten. Eiwitten wat zeg maar transmembraan eiwitten zijn. Die eiwitten steken helemaal door het membraan heen. Het zijn enorme apparaten. Maar die elektronen hebben heel veel energie. En die energie die willen we natuurlijk benutten. Wat gebeurt er met die energie? Die energie die wordt gebruikt om een H+ ion van hier naar daar te pompen. En het kost energie. Want als je goed kijkt, dan zie je hier heel veel protonen zitten. Daar weinig. En hier is het dus zuur. En daar is het minder zuur. Dus het kost moeite om een proton van hier naar daar toe te brengen. En hoeveel moeite kost dat? Nou, zoveel moeite dat die geleverd moet worden door een paar elektronen. Gaan we kijken, want dan gaan we die elektronenstroom volgen. En wat zien we? Dat die elektronenstroom van NADH, die tikt drie eiwitten aan. En er wordt dus drie keer NH+ van hier naar daar gebracht. Tegen de tijd dat die elektronen hier zijn aangekomen bij dat laatste eiwit, dan zijn ze uitgeput, dan worden die elektronen opgevangen door twee protonen, twee keer H+, en een halve O2. Dat kan niet volgens de scheikundige, maar als je dit in mol doet, dan kan dat opeens natuurlijk wel. En wat komt eruit? H2O. Ja, H2O en die elektronen om te zorgen dat het weer een neutrale lading is. Dus we hebben hier nou water gemaakt. En dit is dus de reden, die O2, dat we ademen. Hier is dat zuurstof voor nodig. Helemaal aan het eind van deze route. We zijn nog niet klaar. 3 keer H+ is hier naar boven gepompt. Dus we hebben hier een stoel meer aan H+'en. We hebben hier minder H+'en. Dus we hebben hier heel veel potentiële energie die gebruikt kan worden als we die H+'en weer terug laten stromen hier naartoe. Nou, dat gebeurt onder invloed van dit eiwit, de ATPase of ATP-synthase. Die H+'en die stromen hier doorheen en dit is werkelijk het vetste eiwit wat je ooit gezien hebt. Want die stromen hier doorheen en je moet dat voorstellen als een eiwit wat eruit ziet als zeg maar het poortje waar je doorgaat als je naar het zwembad gaat. En dat, omdat jij tegen het poortje duwt, dan draait dat poortje. Niet jij brengt dit eiwit aan het draaien, maar die H+-ionen die schieten hier doorheen en dat eiwit dat draait. En dat kan je werkelijk zien. Ja, ze hebben dit radioactief gelabeld en je ziet dat eiwit zie je draaien in zijn membraan. En onder invloed van die draaibeweging, kinetische energie, potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie, wordt ADP en P wordt omgezet in ATP. En wat je van mij mag aannemen is dat van iedere H+ die hier doorheen schiet, wordt er 1 ADP plus P. Samengeknepen met die kinetische energie en daar wordt ATP van gemaakt. Dus dat is mooi, want dan weten we dat dat NADH, dat bracht die 3 H+'en naar boven en dat kan dus 3 H+'en naar beneden brengen en dat levert 1 NADH, levert ons dus 3
ATP's op. Er was nog een molecuul wat wij uit de citroencyclus konden halen en dat was FADH2. Dat heb je misschien al zien staan, want het FADH2 dat koppelt hier aan. Het koppelt niet aan het eerste eiwit, maar het koppelt aan het middelste eiwit. Ook dat FADH2 levert twee elektronen en split zich en wordt FAD plus 2H+. Die twee elektronen doen een soortgelijk dansen, alleen een veel kortere afstand. Die twee elektronen die tikken deze twee eiwitten aan en die elektronenstroom gaat niet hier langs. Dus van FADH2 krijg je twee keer een H+, die naar boven wordt gehaald. Twee H+'en, die dus maar naar beneden kunnen. Dus FADH2 levert maar twee ATP. En nou kunnen we berekenen dat er uit die hele verbranding met zuurstof van glucose, wat er uiteindelijk vrijkomt. Als we nu alle losse ATP's, van de verbranding, als we die aan het... Ik word bekeken door collega's. Als we die optellen, we tellen op hoeveel FADH2's we gekregen hebben en hoeveel NADH's hier in de cyclus gaan, dan kunnen we dit optellen en dan kunnen we kijken hoeveel ATP's dat oplevert. Dat gaan we later doen. Neem dit door, met behulp van je BINAS. Het is een lastig thema, maar wel leuk.